Met alles waar je mee zit, kan je terecht bij Jongerenlijn Awel. En dat hebben ze gemerkt. Want in 2021 hebben ze een pak meer berichtjes en telefoontjes gekregen van jullie. Ik praat erover met iemand van Awel. Jullie krijgen veel meer meldingen. Waarover gaan die eigenlijk? Dat gaat één over de relatie tot de ouders, tot de mama en papa, tot de broers en zussen. Eigenlijk alles wat zich thuis afspeelt. En een tweede groot thema gaat eigenlijk over hoe kinderen zich voelen in hun vel. Over somberheid, over wat minder goed voelen. Kan je eens een paar concrete voorbeelden geven? Ja. We moeten veel meer thuis blijven door corona. We hebben veel meer thuisonderwijs of we zitten heel dikwijls in quarantaine doordat er een kindje besmet is in de klas. En eigenlijk willen kinderen net nu heel graag bij vrienden zijn en moeten ze veel meer thuis gaan blijven. En dat zorgt er dan voor? En dat zorgt ervoor dat er eigenlijk zo wat spanning ontstaat thuis. En zeker bij die kinderen waar het thuis misschien ook al voor corona niet zo makkelijk was. En niet goed in uw vel zitten, dat kan gaan. Zowel over van, ik heb vandaag echt een off day. Ik ben het helemaal beu om weer van thuis uit les te moeten volgen. Maar dat kan ook wel wat dieper gaan. Echt wel kinderen die aangeven van, ik heb het echt heel lastig. Ja, stel nu, je hebt iemand aan de lijn die nu hulp nodig heeft. Wat doe je dan? Als we voelen van hier is verdere hulp nodig en het kind geeft ook aan ik wil ook echt verdere hulp, gaan we samen bekijken om het kind naar verdere hulpverlening te gaan doorsturen. En dat kan zijn dat we echt wel gaan oefenen. Stel dat je nu morgen naar je vertrouwensleerkracht op school zou stappen om het te vertellen. Hoe ga je dat doen? Ga je dat alleen doen? Ga je vriend of vriendinnetje meenemen? Wat ga je precies vertellen? Wat ga je niet vertellen? En als het echt een kind is dat nu in nood is, dan gaan we zelfs kijken van kunnen we jou niet onmiddellijk bijvoorbeeld naar een vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan doorsturen. De video heb je gecheckt. Nu nog liken. Ja, daar beneden zo. En hier vind je nog meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.